De allerlaatste Studio Wroclaw met aan tafel alleen maar medailles. En chef de mission Jan Schauke van der Bos. Zometeen het zilveren jiu-jitsu duo Ruben Asman en Marnix Bunnik. Maar eerst Robin de Boerstoel van de zilveren touwtrekmannen tot 700 kilogram. En natuurlijk Golden Boy Vogelsang. Dag dames en heren, goedenavond en welkom bij de allerlaatste Studio Wroclaw van deze World Games. Ja, Jan Schauke, chef de mission van de Nederlandse équipe. Het zit erop. Ja, nog even dit interview. Ja, en dan precies. Heel snel andere dingen doen. Ja, nee. Ja, nog sluitingsceremonie vanavond. Ja, dat moet toch een mooi feest worden? Absoluut. Ik denk het echt. Ja. Robin Boerstoel van de Nederlandse touwtrekmannen tot 700 kilogram, welkom ook. En natuurlijk Boy Vogelsang. Goud gisteren gewonnen bij jiu-jitsu tot 69 kilogram. Gefeliciteerd nog, welkom ook. Robin, met jou praten we zo meteen over de zilveren plak die jullie wonnen. Na alle gouden van de vorige edities eigenlijk. Ja. Praten we zo over. Want, Boy, gisteren was echt een memorabele dag, hè, voor jou. Ja, zeg dat wel, ja. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja, goud gewonnen dus in een heel sterk deelnemersveld. Na afloop moest je moeder, je kon niet meer stoppen met huilen. Nee. Huilt ze nog steeds van geluk? Nou, ze huilt niet meer, maar ze is wel trots. Dat zie je aan alles. Ja, en ja, dat zie je aan alles. Waar zie je dat aan dan? Ja, die lach van op haar gezicht. Die gaat niet meer weg de komende dagen, denk ik. Ja, en je had heel veel vrienden en familie ook bij je. En nou, mensen van de sportschool ook. En nou, andere jiu-jitsu's natuurlijk die waarmee je bevriend bent. Heb je dat een beetje gevierd gisteravond nog? Ja, tuurlijk. Ja, sowieso met de ploeg en ook de mensen die over zijn gekomen die dan niet geplaatst zijn. Ja, dan ga je met z'n allen even de stad in. Uiteindelijk train je hier dus eigenlijk 4 jaar voor dit evenement, om hier te presteren. En als het dan lukt, dan mag het ook wel echt even gevierd worden. Dus, ja, hoe laat lag je in je bed? Wat zal het zijn? Uurtje of 6? Uurtje of 6 vanmorgen. Ja. Je hebt het licht zien worden eigenlijk. Ja, het was al licht inderdaad. Het was al licht toen je er naar buiten begon. Het is maar goed dat deze uitzending om 4 uur was. Dus, ja, dat het middags is inderdaad. Ja. Hey, kun jij even kort jouw finale beschrijven tegen die Rus? Ik heb hem al vaker gehad. Vorige keer was 1 puntje verschil. Dus ja, we weten dat het wel mogelijk is. Maar 8-voudig wereldkampioen is het. Dus we wisten dat het heel lastig zou gaan worden. En in het begin kom ik nog achter. En steeds sluip ik er iets meer naartoe. En op een gegeven moment kom ik voor met nog 30 seconden te gaan. Dus ik kijk naar de tribune, want daar zit mijn coach. En die roept, je moet scoren en doorpakken. En dan heb je hem. Dus ik dacht, ja... Nu moet lukken. Dus ik score, handen gaan omhoog, pak hem door en ik denk, ja, nu gaat hij me niet meer gooien. Dus die laatste 20 seconden, ja, die waren voor mij toen, ja, top. Ja, het was wel een spannende finale, hè? Ja, dat zeker. Ja, dat moet ook wel. Het is het hoogste podium. Ja, daarom. Het is het hoogst haalbare en dan weet je ook dat je in de finale gewoon een topper krijgt. Heb je hem al teruggezien? Ja, toevallig wel, ja. Zullen we hem nog een keer terugkijken? Gewoon omdat het zo toevallig lekker is. Ja. Nee, dat heeft hij gewoon al in zijn bed vanmorgen om 6 uur 's ochtends. Heeft hij dat nog even een paar keer bekeken? Ja, terecht ook. Ja. Zullen we gewoon nog een keer kijken? Gewoon omdat het kan en wat zo lekker is. Ja. Jouw finale, Boy. Forever free.
Ja. Super, joh. Je moeder krijgt die lach niet meer van je gezin, maar jij ook niet, hè? Nee, zeker niet. Nee. Jouw bijnaam was altijd Boy Brons, hè? Ja, zoiets. Ja. Die kunnen we wel aanpassen, hè? Ja, zeker. Ik heb het al gedaan, like Golden Boy. Ja, want waarom, won je altijd brons daarom? Ja, niet altijd, maar elke prijs die ik haalde was altijd brons, ja. Op EK's, WK's bij senioren. Dus ja, het werd tijd dat ik een keer een andere plek kwam. Ja, je bent 1,5 minuut met een grote lach kijken. Krijg je nog kippenvelden van als je terugziet? Of? Ja, het blijft gewoon speciaal. De komende 4 jaar ben ik gewoon de kampioen van de World Games. Dus ja, dat gaat niemand meer afpakken. Dus ja, dat zal de komende 4 jaar zal ik er ook nog wel kippenvel van krijgen. Ja. Ja, je maatje Aafke van Leeuwen, die won brons. Nee, die is echt een goede vriend. Die doet alles samen op je YouTube-gebied. Ja, dat is echt, kan niet beter, dit voor jullie. Nee, ja, echt top. Ook voor de sportschool. Ja, we zijn gewoon al met z'n drieën zo lang bezig. Ik en Aafke en Allard. Allard coacht ons dan en wij trainen samen. Ja, dat... 4 jaar lang gewoon naar dit moment toegewerkt. En dan allebei met de medaille weg. Dat is gewoon stop. Ja, gefeliciteerd. Ja, dank. Robin Boerstoel, Nederlandse touwtrekker tot 700 kilogram. Jullie wonnen gisteren zilver. Ja. Nee, die kwamen eigenlijk voor goud. Jullie hebben de vorige editie in Cali ook goud gewonnen. Klopt. Ben je er dan wel tevreden mee met die plak die daar ligt? Of? Nu wel. Op dat moment is het natuurlijk wel zuur, ja. Of iets te zuur. Daar hebben we 4 jaar voor getraind om die jongens nog weer een keer te kunnen pakken. We hebben de laatste jaren ervan verloren. En nu wouden we weer winnen van de Zwitsers. Ja. Maar waren zij gewoon net iets beter, Zwitserland? Ze waren technisch wat beter, ja. Ja, en dan gaat het fout. Ja. Ja, heb je er een gevoel van waar je het hebt kunnen laten liggen? Op het technische aspect eigenlijk. Qua kracht waren we beter, conditioneel waren we beter. Maar we maakten wat foutjes in de ploeg. En dan kan het heel snel over zijn. Vooral op een wat hardere baan wat hier was. Dan. Ja. Ja, dan is het heel snel over. Dat is helaas niet anders. Ja. Jan Schouk, ja. Je hebt zitten kijken. Het is wel echt een powersport, hè? Die mannen die hebben alles aan gedaan om te winnen. Een spuur, weet je. Dat is de meest basis van wat er ongeveer is, touwtrekken. En dat zie je aan de soort mannen, dat zie je aan de soort kleding die ze aan hebben, dat zie je aan het touw wat er ligt, die pionnen, die zeg maar de meet maken eigenlijk waar het over gaat. Dus het is een hele pure vorm van sport en daar spat een hele hoop energie van af. Ja. Dus ja, dat is pakkend. Ja, en deze zilver medaille had je nog niet, je hebt eigenlijk alleen maar goud gewonnen, hè? Ja, dat lijkt me wel raar om zo over te denken. Ja, het is wel wat anders, maar aan de andere kant denk ik bij mezelf al van, we zien over 4 jaar dan wel weer. Dit hebben we dan ook een keer meegemaakt en dan, 2 keer. Heb je hem wel gevierd, die zilveren plak? Ja, zeker. Hey, ik was niet eerder thuis dan Boy. Nee, jou, je was nog later thuis dan Boy. Je zijn nog langer doorgegaan, ja. Ja, de touwtrekmannen vandaag helaas hebben niet gered. Nee. We komen zo nog op terug met Gerben Jansen. Maar goed, jullie zijn voor mij wel 1 grote groep, met de vrouwen, met de mannen. Ja, natuurlijk. Het is in mijn ogen gewoon 1 familie. Ja. Maakt niet zoveel uit waar ze vandaan komen, maar het is, de sport is klein, dus de familie is groot, om het zo te zeggen. Ja. Jan Schouke van der Bos, jij hebt als chef de mission met al jouw ploeg eigenlijk ook wel een beetje een familie gemaakt, hè, van deze Nederlandse equipe. Ja, dat is ook een beetje de doelstelling, wat we graag willen bereiken. Daar ligt natuurlijk heel iets anders achter. Maar we probeerden nu eerst zeg maar een team af te vaardigen. Dat je ook als gevoel hebt dat je als een team buiten bent. En ik denk, ja, dat moeten de sporters zelf beantwoorden en hun coaches of dat ook gelukt is. Vanuit mijn kant denk ik van ja, dat is gelukt. Ja, ik denk ook wel. Ja, dat lijkt me wel. Tenminste, lekker supporters gezien en zo, we waren er wel voor elkaar, vond ik. In ieder geval zoveel mogelijk wat mogelijk was. Maar... Nou ja, het zag ook wel. Heel veel Nederlands op de tribune als één of een team moest spelen, dat heel veel anderen gingen kijken. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Hoe ervaren jullie dat zelf? Ik vond het heel prettig. Het is toch super, ja. Hoe meer publiek, hoe meer energie het geeft. Doel bereikt, Jan Schouke. Ja, natuurlijk zijn er nog heel wat meer natuurlijk als deze twee mannen. Dat zullen we na die tijd evalueren. Maar dat is natuurlijk de doelstelling van het verhaal. Wie wil een team uitzenden en... wie wil Nederland vertegenwoordigen? En ik denk dat Wroclaw is best oranje gekleurd geweest in deze dagen. En ik denk dat Wroclaw, die heeft ons echt wel gezien. Dus dat is denk ik gelukt. Dan kom je naar de allerlei andere onderwerpen. Maar dit onderwerp vind ik prima geslaagd. Ja, mooi ook dat jullie dat ook zo hebben beleefd, mannen. Voor de eerste keer, hè, dat jullie echt als één grote ploeg. Zo als ploeg, ja. Ja, voor mij sowieso de eerste keer. Dus, Ja, natuurlijk, maar dat je als één grote ploeg gaat. Dus, voor herhaling vatbaar, denk ik. Ja, super. Zeker. Ja, dank jullie wel. Geniet ook van jullie gouden medaille. Zometeen maken jullie plaats voor Ruben Asman en Marnix Bunnik. Maar geniet vooral van die.
medailles. Dankjewel. Ja, voor handboogschutter Peter Elsinga was helaas geen medaille weggelegd. Hij streed vandaag voor het brons. Maar moest in die wedstrijd om de derde plaats helaas genoegen nemen met de vierde plek. Hij verloor hem van de Kroaat Damagoj Buden met 144-41. Ja, klopt. Ja, zuur. Ja, om zo, zeker als je goed begin hebt en aan het einde eigenlijk zo moet weggeven. Ja, de eerste drie series die waren prima. Telkens een 9 of een 10, daar zat je gewoon goed te dichtbij. Maar die laatste twee series, daar speelde de wind een hele belangrijke rol, hè? Ja. Ik had echt wel heel erg veel moeite om zeker die laatste zes pijlen eigenlijk ook maar echt een rustig moment te vinden om die pijlen ook gewoon echt fatsoenlijk weg te krijgen. Hè. Ik heb natuurlijk een viziertje waar een stipje in zit en uiteindelijk op de kaart, zoals we dat noemen, heb ik echt een paar echt slechte seconden gehad om hem echt weg te kunnen schieten. Ja, dat is zo moeilijk. Geen moment rust gehad eigenlijk. Nou, en in ieder geval wel vierde. En in ieder geval weer beter dan de vorige keer. Laten we hopen dat ik over 4 jaar nog een treetje hoger kan doen. En dan misschien nog wel 3 treetjes hoger. De kanopolosters kwamen ook voor een medaille hier naar de World Games. Maar voor hun was de poolfase, die verliep al niet helemaal lekker. En uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met de vijfde plaats. En die wedstrijd die wonnen ze vandaag van Canada met 6-3. Ja, we zijn tevreden met dat we hem gewonnen hebben. We hadden liever een halve finale gelegen, maar dit was dan nog in ieder geval een winst. Fijn om af te sluiten zo. Welke ervaring neem je mee naar het EK? Ja, welke ervaring neem je mee naar het EK? 1 doelpuntje extra maken. We hebben met 1 doelpunt de halve finale gemist. Ik denk dat we iets beter moeten leren met spanning omgaan. Het is een groot toernooi. Ja, ik denk dat we daar gewoon net op verliezen. En weet je, dan het tweede toernooi dit jaar kunnen we misschien daar wat beter mee omgaan. De andere touwtrekmannen, die tot 640 kilogram, die hebben helaas ook geen medaille kunnen halen. Ze stranden in de poolfase als 1 na laatste en 5e. En dat betekent dus ook geen 5e gouden medaille voor Gerben Jansen. Nee, ik had heel graag die 5e willen hebben. Maar het is vandaag niet gelukt, nee. Uitgeschakeld in de poolfase, de andere landen bleken gewoon te sterk. Waar lag dat aan? Nou, het bleek eigenlijk al na de tweede wedstrijd dat we toch een klein beetje krachttekort kwamen. En dan schakelen we een beetje dat we van posities gaan wisselen. Zorgen dat we toch weer de overhand krijgen, maar het is niet gelukt. Je kon de beste Nederlandse World Games ganger ooit worden als je nu die gouden medaille had gehaald. Als je doorgaat, hopen we natuurlijk, kun je er dan voor gaan. Ja, maar ja, 4 jaar vooruitkijken is altijd wel heel ver. En ik hoop toch dat de jongere mensen mij een keer voorbij streven. Ja, helaas. Gerben Jansen dus geen gouden medaille meer voor hem. Helaas ook niet voor jullie, Ruben en Marnix, het YouTube-duo. Zilver gewonnen. Voelt het al een beetje als zilver gewonnen? Nee, denk ik. Ik vind het een moeilijke antwoord om te geven. Ja. Ik denk, we hadden natuurlijk daarna ook nog teamcompetitie gehad. En daar moesten we dan ook in meedoen. En dan moet je er toch in één keer weer staan na zo'n finale. Dat is wel het laatste waar je zin in hebt op dat moment eigenlijk. En dat hebben we toch gedaan. En we hadden in die eerste twee wedstrijden waarbij we ingezet werden een cruciale rol. Want we moesten winnen, anders kon het team sowieso niet winnen. Dus dat was de belangrijkste wedstrijd van beide rondes. En toen stonden we gewoon nog steeds even scherp eigenlijk. Ah, oké. Maar dus ik kan me gewoon voorstellen, wat je zegt, maar niks, is dat je echt volledig de P erin hebt en dat je echt helemaal geen zin hebt om dan nog die laatste wedstrijd te spelen met als team. Nee, daar moet je wel heel erg toe zetten dan, ja. 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 Ik moet wel zeggen dat als je daarna Boy ziet winnen, tenminste had ik zelf heel erg, dat vond ik ongelooflijk vet. En, maar voelt het dan niet een beetje dat je denkt, tuurlijk, je bent hartstikke blij en je gunt het met alle best, je vindt het hartstikke vet, maar toch denk je dan jezelf, die moet ik ook hebben. Tuurlijk, je wil die gouden medaille gewoon hebben. En als je dan zo dichtbij bent, dan is dat natuurlijk, dat vreet wel aan je natuurlijk. Maar ja, nogmaals, wij stonden ook gelijk weer beneden om Boy aan te moedigen en om dat te zien. En dat was zo vet om te zien dat Boy gewoon het flikt om die gouden medaille te pakken. Ja, het is ongelooflijk, maar ja, het blijft voor jezelf wel. En eigenlijk ook voor de tweede keer, want in Cali was het ook net niet. Ja, was ook net niet. Ja. En het was nu weer net niet. En het was ook, jullie waren even kort, niet helemaal eens met de beslissing van de scheidsrechter, Ruben. Nee, zijn we nooit als we verliezen. Nee. Dat is ook begrijpelijk. Nee.
We hadden gewoon heel goed, sterk, strak en foutloos gedraaid. We hebben gedaan waar wij voor stonden. Onze principes vastgehouden. En ja, ze hadden een paar grabbelmomenten dat er gewoon dat er iets misging. En dat was heel duidelijk zichtbaar voor de jury. En daar zijn ze niet voor afgestraft. Ja. En dat zou dan, dan zou net aan voor ons de winst zijn geweest. Of gelijk spel. Maar ja, het is nou helemaal zo gegaan. Ja, helaas. Maar jullie hebben wel vannacht volgens mij met Boy zijn jullie weer stappen. Ook 6 uur thuis gekomen. Dat was vroeg. Dat is heel vroeg. Ja, ja, ja. Niet heel laat, maar heel vroeg inderdaad. Dus je hebt toch wel een beetje... Ja, nou ja. En de ontlading ook van al die training van al die afgelopen jaren eruit kunnen gooien. Ja. Ik denk dat het ook wel belangrijk is. We zijn met het hele team lekker een drankje gaan doen. En ik denk dat na zo'n tijd van inspanning mag er ook ontspanning komen. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is om dat dan ook lekker te pakken. En wel te genieten van, ook toch gewoon te genieten van het evenement en van het moment. Dat moet je ook doen. Ik sprak jouw vader nog gisteren, Ruben. Oh. En die was echt onwijs trots op jullie. Ja. Dus ik zou zeggen, houd positief. Ja, nee, natuurlijk. Ja, 4 jaar geleden was ik er kapot van. Gewoon een week niet geslapen. En nu, je bent alweer 4 jaar verder. In de tussentijd hebben we heel veel al meegemaakt, gewonnen en verloren. En dan is dit is gewoon onderdeel van het geheel, van de sport. Het hoort erbij. Wat er kan gebeuren. Ja. En dan kan je een week lang ervan gaan zitten balen, maar dan mis je heel veel andere mooie dingen. En nu hebben we gewoon gezegd, dat gaan we niet missen, we gaan er gewoon van genieten. Dus het is wel een winst. En we balen er toch nog wel een beetje van, maar we kunnen er ook wel van genieten hoor. Vooral blijven doen, jullie zijn een heel mooie jiu-jitsu duo. Gefeliciteerd met die zilveren plak. Dankjewel. Jan Sjouke van der Bos, we sluiten de World Games als Nederland af met 3 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles. Het was heel vaak net niet. Kun je er dan wel een beetje tevreden mee zijn? Oh, ik ben heel tevreden. Het is net wat je meet. Hetzelfde de ervarenheid die van Ruben afstraalt. Met het omgaan met die verschillen. Dat zit bij ons ook. Wat was de missie? Wat proberen we te halen? Natuurlijk hebben we doelstellingen. Dat is de top 10. En natuurlijk is 7 medailles gewoon erg te weinig. We hebben ook een heleboel dingen laten liggen. Ja, dat is heel vaak net niet ook. Dan krijgen we het verhaal over de vierde plaatsen. Dan gaan we het nou maar niet doen. Nee, maar ik bedoel dat het ook de andere kant van de medaille had dit kunnen zijn. Maar in sport weet je ook dat je wint en je verliest. Maar ik vind het heel goed dat iedereen zijn doelstelling, laten we zeggen, heel hoog neerlegt. Alleen wij moeten zorgen dat we de weg naar die doelstelling toe beter kunnen gaan doen. En als we die beter kunnen gaan doen, kun je hem ook realiseren. En nu was het een beetje te veel zo van, misschien zit dat erin. En ik wil daar gewoon eigenlijk veel meer zekerheid van maken. Ik wil eigenlijk dat we gewoon betere programma's gaan draaien in deze takken van sport. Hard nodig. 8 jaar geleden waren we 14. 4 jaar geleden waren we 18. En we zijn nu 22 of misschien wel 23. Daar moeten we wel over nadenken. Ja, dat houdt in dat onze nationale sportorganisaties allemaal samen er iets aan moeten doen om dit te keren. En ik kan ook echt zien dat de landen die erg veel werk maken van hun programma's en de ondersteuning, die zitten ook allemaal heel hoog in het klassement. En ik kan de Belgen ook wel een compliment maken die hier gewoon 8e worden. Ja, ja. Maar het doel wat wel bereikt is, hebben we het er net over gehad, en dat hebben we heel erg gemerkt hier, en dat is vind ik een dikke pluim waard, is dat het 1 groot Nederlands team was met alle 79 sporters en dan ook nog alle trainers en coaches en begeleiders die erbij waren. Die gewoon 1 grote ploeg waren. Ja, het kwam tot uiting voor mij op het allermooiste moment, het meest massale moment. Dat was toch de gouden medaille van Sarel. Dat echt iedereen op de tribune zat. En dat is een stadion van 2.000 tot 3.000 mensen en dat zat vol. En die hele hal ademde, in mijn beleving althans, Holland uit. En als je zoiets weet te creëren en dan in een demonstratiesport en ongeveer het grootste zijn van wat ik gezien heb. Nou, dat is toch wel een moment wat zal ik mijn hele leven wel blijven onthouden. Ja, complimenten. Kijken wij natuurlijk ter afsluiting nog even naar de poll van de dag. Geen nieuwe, want morgen dus geen uitzending meer. Maar wel het antwoord van gisteren. Dit is de 9e editie van de World Games. Ja, het is natuurlijk de 9e editie van de World Games. Ja, en dat is goed geraden door Nicolette van de Ven uit Veenendaal.
Nicolette, jij wint ons allerlaatste belletje met Kabouter van Wrocław. Mannen, bedankt. Ruben, Marnix, succes nog verder. Jan Schauke, jij bedankt ook als chef de Michel en dat je hier aan tafel wilde zitten. De laatste Studio Wrocław dus. Een einde komt aan 10 dagen achtereen het programma voor u maken. Het was ons een waar genoegen. Bedankt ook voor het kijken en natuurlijk heel graag tot over 4 jaar in Birmingham. Goedenavond.